wel knallen gewoon, maar ik denk, nou, dat zou wel een rotje wezen. In de Van der Hoopstraat ongeveer. Het was dus hier, op de Tweede Nassaukade. Rond 2:30 werd het slachtoffer in zijn been geschoten, waarna de schutter vluchtte in de richting van de Nassaukade. Ik vind het gewoon te gek voor woorden, mevrouw. Ik vind dat gewoon echt niet moeten kunnen in zo'n woonwijk. Ik vind dat het allemaal... En wat ik dan nog vervelender aan vind, waarschijnlijk wordt het ook weer niet echt opgelost. Of wordt het ook weer niet echt iets mee gedaan. Maar de bewoners van de staatsliedenbuurt staan hier niet meer van te kijken. Ik voel me altijd wel veilig. Kijk, ik ben niet, woon niet door het soort mensen dat door pistoolschutters en dergelijke wordt belaagd. Dus over het algemeen is het in deze buurt wel veilig. Nou, het erge is dat mensen hier, ook in deze buurt, ikzelf ook, dat we eraan gewend zijn. Dat hier veel agressie en geweld is. Wat doet u om uzelf te beschermen? Ik blijf thuis. Ik zit al 4 jaar op mijn woning. Ik wil alleen boodschapjes doen en voor de rest niks. Nou ja, ik ben eerlijk gezegd vrij nuchter in die dingen. Want ik voel me, ja, het is niet persoonlijk op mij gericht, maar... Ik voel me niet onveilig, maar ik ben wel alert. De aanleiding van de schietpartij is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.